Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen? In Nederland hebben meer dan 1,7 miljoen mensen een beperking. Dat is ook in jouw gemeente 1 op de 10 inwoners. Ook als er al veel sportinitiatieven zijn, vinden deze mensen helaas niet altijd de weg tot sport en bewegen. Ondanks de inzet van zorg, onderwijs en revalidatie, valt een groot deel van deze groep vaak buiten het zicht van de gemeente. Ook is deze groep heel divers. Om voor iedereen een passend aanbod te vinden is samenwerking met andere partijen in de regio dus essentieel. Dit doe je in vier stappen. Maak anderen enthousiast voor het idee. Zoek mensen binnen, maar ook juist buiten het bekende netwerk. Houd het gesprek informeel en gebruik jullie gedeelde passie als vertrekpunt. En nog belangrijker, maak belangen transparant. Dit maakt kansen op hobbels in de samenwerking later een stuk kleiner. Soms loopt een samenwerking stroef omdat het onduidelijk is wie wat doet. Kom samen tot een plan en kies een passende samenwerkingsstructuur waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Samen analyseer je de regio en leg je doelstellingen vast. Wijs wel iemand aan die coördineert, bijvoorbeeld een buurtsportcoach. Voer nu samen het plan uit. Bespreek met elkaar of de doelstellingen gehaald zijn. Regelmatig evalueren leidt tot betere resultaten en ook tot een betere samenwerking. En vooral, maak resultaten zichtbaar en vier je successen. De laatste stap wordt vaak vergeten, maar is superbelangrijk. Veranker de succesvolle aanpak in je beleid. Als alle partijen dit doen, vinden ook in de toekomst mensen met een beperking blijvend de weg naar sport en bewegen. Bekijk het stappenplan grenzeloos actief op allesoversport.nl.